blijkbaar wordt met dat foto's gemaakt. En dan, van ja, 2D en 3D. En dan wordt het opnieuw gedaan. En dan gedaan. Wordt het omgedraaid en dan gaat weer de hele tijd opnieuw. Oké, we vragen de deskundige nog even hoe het werkt. Het is dus eigenlijk een lopende band met veel camera's en ook met robotarmen. De mensen pakken het insect dat op een naald zit van de la waar die in zit en doen dat op een statief. En eigenlijk gaat de insect door een scanstraat. En dan maakt hij heel snel in een paar seconden 30 foto's van verschillende kanten. Die zet hij over elkaar heen, waardoor je een hele scherpe foto krijgt. En de collectie gewoon een stuk sneller gedigitaliseerd wordt. En we op die manier ook data kunnen uitwisselen met andere musea wereldwijd. Zodat het onderzoek makkelijker gaat en onderzoekers niet speciaal hierheen hoeven te komen voor de collectie. Maar eigenlijk online ook kunnen zien wat we in onze collectie hebben zitten. Dit is echt uniek in de wereld. Natuurlijk kan je handmatig een insect fotograferen. Maar wij hebben dat op een manier ontwikkeld waarbij je er duizenden per dag kan digitaliseren met hoge kwaliteit. Ik vind het een heel cool apparaat. Ik ook. Beste apparaat ooit. Zou ik ook wel willen.